31 onderinspecteurs, 3 majoors en 6 hoofdofficieren van politie zijn vandaag bevorderd in een naast hogere rang op het hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname aan de Duisburglaan. Korpschef Ruben Kensen zegt dat de uitgestelde bevordering van het hoger kader vandaag is gehouden vanwege organisatorische redenen. Ja, inderdaad. Aanvankelijk zou deze bevorderingen vorig jaar hebben plaatsgevonden, maar vanwege bepaalde administratieve zaken die nog afgehandeld moesten worden, is het uitgesteld. Het is niet gebruikelijk dat wij niet op de december, dat niet in december bevorderingen gaan uitstellen, maar die omstandigheden, althans die zaken die nog administratief in orde gemaakt moesten worden, die hebben ertoe geleid dat het is uitgesteld naar januari. En we zijn echt blij dat heeft plaats gehad. Er hebben 31, om precies te zijn, de aantal bevorderden betrof 31 onderinspecteurs, 3 majors en 6 hoofdofficieren. Dus met hoofdofficieren bedoel ik hoofdinspecteurs die bevorderd zijn tot commissarissen van politie. Die deel zullen moeten uitmaken van het managementteam. Kensen stelt erg ingenomen te zijn met de aansterking van het hoger kader. Daarom wordt er voortdurend gewerkt aan de verhoging van het ontwikkelingsniveau binnen het korps. Natuurlijk, kijk, dat is eigenlijk de bedoeling geweest. Verhogen van het. Trouwens, wij werken constant aan verhoging van het kader binnen KPS. Weet je? Wij werken constant aan de scholing, bijscholing van medewerkers. Dus vandaag hebben wij een bevordering gehad. Mannen die in de naast hogere rang zijn geroepen, mannen met meer verantwoordelijkheid. Snapt u? Ik heb tijdens mijn speech heb ik bepaalde dingen geïllustreerd, benadrukt, die zij moeten meenemen, die zij terug naar de werkvloer moeten nemen. Snapt u? Zodat wij de gemeenschap goed, ik ga niet zeggen beter kunnen dienen, want dat zou die volgende vraag zijn, van maar waarom beter? Gaat het niet goed? Nee, zodat wij de gemeenschap kunnen dienen. De korpschef heeft de manschappen vooral verzocht integer te blijven. Middels enkele voorbeelden gaf Kensen aan hoe collega's over de schreef gingen en benadrukte dat de gemeenschap alles volgt. Het korps moet juist het goede voorbeeld geven.